Het is bijna 9 uur in Zoetermeer. De familie Nanninga staat op. Nanninga's kun je beter zeggen. De zus en moeder van Wilma wonen in dezelfde flat. Tijd voor Wilma om haar dag te beginnen als vakvrouw. Eigenlijk wat ik doe, 's ochtends ik sta op. En dan, dan is Alex al wakker. En Ahoy ligt nu nog te slapen, want die gaat later op de dag naar school pas. Dus je mag uitslapen. Ik begin met de krant. Ik check even mijn Twitter. Ik kijk even naar de televisie. Ik drink een kop koffie. En vandaag ga ik sporten. We hadden gisteren een ontzettend grote scoop. Daar ben ik trots op. Jocelyn Hooper die blijkt niet zomaar te zijn gestorven aan een ongeluk met een scooter. Maar ze hebben allerlei fouten gemaakt in het Bonnevo ziekenhuis. Waar ze verkeerde verdoving hebben toegepast. En wij hebben het naar boven gebracht. En je ziet nou ook echt, dan weet je dat het vandaag de talk of the town wordt. En dat is eigenlijk je doel. Dat je elke dag een spraakmakend onderwerp in de krant brengt. Dochter Aurore studeert aan de Hogere Hotelschool en wil directeur worden van een hotel in Barcelona. Wilma zorgt alvast voor een goed woordje Spaans. Elia, yo, comimos manzanas. Elio, yo. Wilma is op weg naar Snowworld in Zoetermeer om te sporten. Dit is een uitdaging voor de showbiz-journalisten. Wanneer ik ga sporten? Nou, 2 keer in de week. Is het leuk? Nee! Zweten, puffen, joggen en boksen. Wilma is ondertussen in haar hoofd een krant aan het maken. André Rieu, koning van de wals. Kom maar. Oké, even kijken. Links, rechts, links, rechts. Kick. Ene kant. Dus ik heb het goed gedaan. Ja, ben je trots op jezelf? Soms als je een goed verhaal schrijft, ben je trots. Na het sporten voelt Wilma zich trots. Opgelaten vertrekt ze naar huis om het spraakmakende interview met John van den Eert uit te werken. Ik zit in het redactiesysteem van de Telegraaf. Van hieruit kan ik de drukpers aanzetten. Want tegenwoordig met het digitale tijdperk kan je overal en altijd werken. Dat is ook een nadeel. Maar als je even komt kijken, kan ik je laten zien. We zijn bezig met de Holland Zingt Hazes special. En ik kan je dus hier zelfs laten zien opgemaakte pagina's. En dan kan ik me dus ook mee bemoeien. En dan kan ik tegen de opmaker zeggen, nou, ik wil het een beetje zus of ik wil het een beetje zo. We zijn echt lekker bezig. We hebben gisteren al die verhalen zitten schrijven. Met al die artiesten die daar op gaan treden. En dan krijg je, dit is al de voorpagina, ziet er zo uit. Heel leuk interview gedaan met André van Duin. Die allerlei rotgeintjes uithaalde met Hazes. Xander de Buissonnier, Rachel Hazes, nou, noem het allemaal maar op. En zo zit ik dan lekker thuis te werken. Thank you.
Wilma Nanninga, hoofdredacteur van de pagina Privé, is op weg naar het Beatrix Theater in Utrecht voor een interview met André Rieu. Wilma is beland in een repetitie van het tv-programma Samen tegen kinderkanker. Ongestoord gaat Wilma te werk met als doel André Rieu en de koning van de wals. Kan je nog Koninginnedag herinneren van vroeger? Ja. Uit jouw jeugd. Het interview met Wilma roept emoties op bij André Rieu. Over de magie van de koning van de wals. De dag als vakvrouw zit er weer op voor Wilma. Met een mooi interview in haar hoofd over André Rieu vertrekt ze weer richting Zoetermeer. Als vergeten dat je er doodmoe van wordt, een real life soap draaien. Een documentaire noemen ze het. Ik heb wel gelachen. Twee jongens.